Hey en welkom in een nieuwe week en dus tijd voor een nieuwe vlog, een nieuwe podcast. En in deze, of deze week wil ik het met jou hebben over mijn proces, mijn begin, mijn eerste kennismaking met het termde concept tweelingziel, tweelingvlammen. En waarom dat eigenlijk ook een stukje belangrijk is om mijn verhaal daarin te delen, de dingen dat ik al ervaren heb als tweelingvlam, omdat het ook zijn invloed heeft op andere relaties, op andere zielsconnecties. Nu, de titel van vandaag is Verspil je niet aan je tijd niet aan een tweelingziel. En dat was uiteindelijk hetgeen dat een spirituele leraar tegen mij zei in het begin dat ik heb het pad liep van een tweelingvlam. Eigenlijk zei hij, werd gezegd, verspil je tijd niet aan een tweelingziel, want je bent dezelfde en zo leer je niets. Nu, op dat ogenblik was ik zelf eigenlijk zelfs nog niet op de hoogte van de term tweelingvlam. Dus ik was net eigenlijk in contact gekomen met het concept van tweelingzielen en was op zoek naar antwoorden, omdat ik voelde dat daar wel iets voor me lag, dat ik daar eigenlijk wel iets mee mocht gaan doen. Nu, had ik toen geluisterd naar de leraar en niet mijn intuïtie en innerlijke leiding gevolgd, dan zag mijn leven er nu al echt helemaal anders uit. Gelukkig heb ik altijd een heel sterke verbinding gehad met mijn intuïtie en wist ik wanneer ik die moest gaan volgen. Ongeacht of dat er mensen in mijn omgeving waren, en nog steeds zijn, die me iets anders vertellen, die al iets, me iets anders als advies gaven. Zelfs wanneer, in dat geval, iemand die ik eigenlijk beschouwde als verder ontwikkeld, een ruimer bewustzijn had, die me eigenlijk op dat moment, achteraf bekeken, een verkeerd advies gegeven heeft door de eigen beperkingen in het bewustzijn op dat moment. En ik moet zeggen, dat was een van de eerste ervaringen waar voor mij heel duidelijk was dat het belangrijk is om bij de juiste mensen de juiste informatie te halen. En je dus niet afhankelijk te maken van één leraar of één coach. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom ik met mijn klanten ook werk, dat het opnieuw verbinden met hun intuïtie, zodat ze zo snel mogelijk weer gaan voelen, gaan weten, gaan zien en horen wat hun pad is en wat niet op hun pad behoort. Nu, nadien heb ik het nog meermaals ervaren dat collega's binnen de spirituele wereld het stuk rond tweelingvlammen en tweelingzielen niet correct konden inschatten. Eigenlijk gewoon omdat het niet tot hun pad behoort. Hierdoor hebben ze niet de kennis en de wijsheid in hun blauwdruk om eigenlijk jou op de goede weg te gaan zetten. En dat merk je ook bij tarotreaders op internet of zogenaamde twin flame coaches, die zelf geen tweelingvlam of tweelingziel hebben of zijn. Nu, verder heb je coaches die wel een tweelingvlam of een tweelingziel zijn, maar die niet het nodige werk doen of nog niet gedaan hebben. En die dus nog steeds niet in union zijn in zichzelf. Dus ze hebben nog geen eenheid gecreëerd in de energie van zichzelf. Dus in zichzelf. Laat staan dat ze dan eigenlijk eenheid met hun goddelijke partner bereikt hebben. Dus dat betekent dat deze zielen, deze mensen, jou eigenlijk niet kunnen verder helpen of slechts tot op het punt waar dat hun bewustzijn het toelaat. Want wat er niet in jouw bewustzijn zit, kan je ook niet leren aan anderen. Als jij niet kan fietsen of niet kan autorijden, dan kan je het ook niet leren aan, of doorgeven aan iemand anders. Dus ook daar is het belangrijk om je intuïtie te volgen en mensen los te laten wanneer je van hen geleerd hebt wat dat nodig is. Dat je eigenlijk weer verder kan en op naar de volgende. Nu, dat patroon zie je ook in romantische en in vriendschappelijke relaties voorkomen. Wanneer het nut van een relatie zich gediend heeft, laat elkaar dan los. Want door vast te houden aan oude relaties zorg je ervoor dat je eigenlijk energetisch de weg blokkeert voor opdat jouw sterke relaties zich zouden kunnen gaan manifesteren in je leven. En wat zijn sterke relaties dan? Sterke relaties zijn eigenlijk zielsconnecties. Maar aan de woorden, de wortels van deze relaties, van die connecties, die liggen op jouw zielsniveau. Dus deze zielsconnecties laten jou groeien op een natuurlijke manier en zorgen ervoor dat je talenten gaan bloeien. Nu, gezien dat er ook daarin verschillende levels zijn, dus in die zielsconnecties, is het belangrijk ook om te voelen wanneer dat de tijd is om een relatie los te laten. Want ook soulmates komen in je leven, ook al hebben ze die zielsconnectie, maar die zijn niet altijd bedoeld om langdurig in je leven te blijven.
En dan heb je natuurlijk de zielsconnecties met je tweelingziel en of tweelingvlam. En die, mijn inziens, eigenlijk wat gechromatiseerd werden en waardoor dat er eigenlijk verkeerd beeld ontstaan is rond die zielsconnecties. Want uit eigen ervaring mag ik zeggen dat geen van beiden het sprookjesverhaal zijn zoals je in heel veel Hollywoodfilms ziet. Het is hard werken en je zal eigenlijk maar pas het sprookje ervaren wanneer dat beide partners het nodige innerlijke werk hebben gedaan. Zodanig dat alle ballast getransformeerd is die er nog tussen jullie beiden is. Omdat op die manier eigenlijk de zuiverheid van je energetische frequentie hersteld wordt en dat je dan eigenlijk als magneten naar elkaar toegetrokken wordt. En op dat moment dus eenheid met je goddelijke partner mogelijk kan maken of mogelijk is. En dat is ook de reden waarom ik jou altijd het advies zal geven om niet op zoek te gaan naar je tweelingvlam of je tweelingziel, maar te starten met aan jezelf te gaan werken. Door jezelf te verbeteren en terug te keren naar de essentie die je werkelijk bent, geef je jouw tweelingvlam de kans om je frequentie te gaan voelen. En op dat ogenblik ga je merken dat er ongelooflijk veel magische zaken gebeuren in je leven. En dat betekent niet dat wanneer je dan uiteindelijk een goddelijke partner in je leven komt, dat er geen werk meer te doen is. Zeker niet. Dat klopt ook niet, als je dat idee zou hebben. Dus laat dat ook onmiddellijk maar los. Er zijn namelijk verschillende lagen in jouw zijn die enkel door je goddelijke partner getriggerd kunnen worden. Net omdat ze zo diep in je verborgen zijn. En je goddelijke partner is je ultieme spiegel voor de schaduwen die jij zelf niet kan zien. En hiermee ook de pijnlijkste, waardoor veel zielen in de valkuil lopen van het wegduwen van de partner omdat het te pijnlijk is. Of de partner gedraagt zich niet volgens de overtuigingen en de verwachtingen die we hebben rond ware liefde. En het beeld over hoe dat we denken dat het eruit ziet, dus hoe dat ware liefde zou moeten verlopen, hoe dat die relatie zou moeten verlopen, die is ook vaak gevormd door de films die we bekijken. Maar ook evenzeer door overtuigingen die we overgenomen hebben van onze ouders, van familie, van vrienden en zelfs van de maatschappij of de gemeenschap waarin je leeft en opgegroeid bent. Denk maar aan het feit of dat je nu kinderen mag hebben voor een huwelijk of niet, om slechts maar een voorbeeld te geven. Of dat iemand slechts volledig gecommitteerd is aan de relatie als je elke dag met elkaar spreekt en alles aan elkaar vertelt. Is dat zo? Of is dat eigenlijk ook slechts maar een verwachting, iets dat we aangeleerd hebben? Nu, soulmate relaties, wellicht weet je dat wel, zijn niet altijd per se romantische relaties. Soulmates zijn ook evengoed goede vrienden, goede vriendinnen. Dat kunnen ook mensen zijn die bij je werken. Maar die ware diepe zielsconnecties, die leren je eigenlijk om liefde te gaan ervaren volgens de nieuwe templates. En natuurlijk ga je dat het meeste of het diepste ervaren met iemand waar je een romantische relatie mee aangaat. Maar je kan dat evengoed gaan ervaren met iemand waar je mee een vriendschappelijke relatie hebt. Nu, echter weet de meerderheid van de mensen niet over het bestaan van deze nieuwe templates. Laat staan dat ze weten hoe dat ze zich dat dan eigenlijk allemaal gaan vormgeven in de werkelijkheid. Hoe dat dan gaat werken in de werkelijkheid, in de realiteit. En daarom hebben tweelingvlammen die templates als energetische codes in een energieveld. Dat maakt dat het bestaan van tweelingvlammen ook belangrijk is. Dat ook belangrijk is dat tweelingvlammen ook samenkomen. Een ware tweelingvlam die leeft vanuit een hoger en dus verwijnd bewustzijn, zal in staat zijn om alle triggers te kanaliseren, te transformeren en zichzelf en dus hierdoor ook de zielsconnectie verder te gaan helen. Dus de connectie dat er is met de tweelingvlam. Die zielen zijn zodanig geëvolueerd omdat ze doorheen verschillende levens daaraan gewerkt hebben, daarmee gewerkt hebben, daar lessen rond geleerd hebben. Dus ze zijn zodanig geëvolueerd dat ze doorheen hun eigen spirituele ontwikkeling geleerd hebben om elke trigger en elk obstakel dat op hun pad komt te gebruiken als een spiegel voor hun eigen groei. En is dat gemakkelijk? Nee, zeker niet. Heel vaak heb ik gedacht op mijn eigen pad als tweeling van waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ben ik wel goed bezig? Vragen als van wanneer wordt het iets rustiger? En heb ik nu alles gehad of zijn er nog zaken waar ik mag tegenaan gaan kijken, waar ik mag gaan helen? En wanneer kreeg je liefde weer de bovenhand? Maar ik kan je zeggen, het harde werk loont. Werken aan jezelf brengt je niet alleen dichter bij jezelf en bij de vrijheid, maar het trekt ook je goddelijke partner aan. Want wat gebeurt er? Doordat de connectie dat er is en doordat jij een proces gaat, zal er ook van alles gaan verschuiven bij je partner.
Of dat je nu onmiddellijk kan zitten in de realiteit of niet, dat maakt niet uit. Je mag vertrouwen dat ook zij doorheen dezelfde obstakels gaan. En dat is ook iets wat mijn tweelingvlam ook tegen mij heeft laten weten en waar we ook wel over gesproken hebben. En dat klopt ook effectief. Ze krijgen dezelfde lessen en thema's voorgeschoten. Alleen, het toont zich niet altijd op dezelfde manier. Dus door je hiervan bewust te zijn, zal je ook zien dat je allebei leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Je goddelijke partner is niet jouw redder in nood. En dat maakt dat je leert om los te komen van de ander, zodanig dat je eigenlijk op een gezonde manier kan gaan verbinden met elkaar en niet in een afhankelijke, uit een behoefte van ergens een leegte te gaan vullen. Eenheid en individualiteit is heel krachtig, maar kan er enkel zijn als beide partners volledig in hun kracht staan. Om van daaruit, en dus eigenlijk vanuit eenheid in zichzelf, te gaan verbinden met de ander, die ondertussen ook eenheid in zichzelf heeft bereikt, waardoor dat die onvoorwaardelijke liefde eigenlijk gewoon heen en weer in balans kan tussen beiden en kan gaan stromen. Tweelingvlammen zijn, of hebben eigenlijk ook geen voorbeeld van over hoe dat het onvoorwaardelijke stukje dan eigenlijk is. En zelf heb ik mezelf daar ook heel veel vragen bij gesteld, heel veel rondgevoeld, heel veel informatie rond gechanneld en gevraagd aan mijn gidsen. Omdat het belangrijk is om onvoorwaardelijkheid te zien ten aanzien van alles en iedereen. Dus niet alleen ten aanzien van je goddelijke partner, maar ook en zeker en vast ten aanzien van jezelf. En dan van daaruit verder gaan van waar trek je die grens. Want los van het feit dat er onvoorwaardelijke liefde is, komen er ook zaken als verlatingsangst, bindingsangst, die afhankelijkheid waar ik net over sprak, vergeving, loslaten, ongezonde en gezonde hechting, dat komt ook allemaal op je pad. Of dat je nu in de soulmate relatie gaat, een tweelingziel of een tweeling, dat maakt niet uit, we moeten er allemaal doorheen en we moeten allemaal die zaken gaan healen. De vraag stellen van wat doe je? Wat denk je als je goddelijke partner plots van de radar verdwijnt? Wat doe je daarmee? Hoe reageer je? Wat doet dat met jou? En ja, dat is een heel gekend mechanisme in de dynamiek van tweelingvlammen en tweelingzielen. Nu, echter, de enige reden hiervoor is, of eigenlijk een van de belangrijke redenen hiervoor is dat er nog te veel ballast zit tussen beide partners. Waardoor dat jij nog werk te doen hebt aan je partner ook. Maar anderzijds heeft dat ook te maken met de dynamiek van mannelijke en vrouwelijke energie. Als jullie allebei in jullie mannelijke energie zitten, dan stoten jullie elkaar af. Als jullie allebei in jullie vrouwelijke energie zitten, dan stoten jullie elkaar af. En daarom is het belangrijk om eerst die eenheid in jezelf te krijgen. Eerst die eenheid in jezelf tussen je mannelijke en je vrouwelijke energie. Want wanneer jij geleerd hebt om je beide energieën in samenwerking met elkaar, in eenheid met elkaar te laten werken, dan ga je dat ook automatisch gaan kunnen doen ten aanzien van je partner. En omgekeerd natuurlijk. En op dat ogenblik, zolang dat niet is, dan worden eigenlijk die vervormde energieën constant getriggerd en geactiveerd. Nu, wanneer je ermee aan de slag gaat, en dus al de angsten die boven komen, terwijl je het pad loopt met die hoogtrillende soulmate of tweelingziel of tweelingvlam, wanneer je die angsten gaat gaan aankijken en gaat gaan healen, dan ga je er eigenlijk voor zorgen dat je partner opnieuw dichter komt. Waarom? Omdat jouw magneet op dat ogenblik eigenlijk zuiverder geworden is. Nu, tweelingvlammen zijn niet alleen de belichaam van die eenheid in mannelijke en vrouwelijke energie. Want die eenheid is er ook met alles en iedereen om je heen. Maar ze zijn tegelijkertijd of ook de belichaming van de dualiteit. We leven als ziel in deze wereld vol met dualiteiten, net omdat onze ziel heel veel zaken zou kunnen gaan leren. Tweelingvlammen zijn gescheiden, als je het vanuit 3D bekijkt, vanuit hetgeen wat je ziet, ondanks het feit dat hun ziel wel dezelfde frequentie draagt, maar elk hebben ze een eigen lichaam en eigen persoonlijkheid. Ze hebben een eigen verleden, een eigen levenspad dat ze lopen, naast de gezamenlijke missies dat ze hier dan ook weer hebben. Dus tweelingvlammen tonen onder andere op deze manier ook aan andere mensen wat het is om te leven in eenheid vanuit je individualiteit. En dat is één van de nieuwe templates waar relaties voor iedereen op aarde naar aan het evolueren zijn. En waarbij dat belangrijk is dat jij je partner vrij laat. Wellicht ben je ook iemand die op zoek is naar die onvoorwaardelijke liefde en dat je onvoorwaardelijke liefde wil gaan ervaren.
Ben jij iemand die een connectie wilt vanuit onvoorwaardelijke liefde? Dan betekent dat dat jij ook zal uitgedacht en getest zal worden in jouw connectie. Om te gaan zien van hoe onvoorwaardelijk je al van de ander houdt of nog net niet. En eigenlijk meer nog hoe onvoorwaardelijk jij van jezelf houdt. Want onvoorwaardelijke liefde gaat niet enkel over die andere partner. Het gaat over ook naar jezelf, de relatie met jezelf en over alles om je heen. Let op, onvoorwaardelijk betekent nooit dat je tolereert dat je wordt misbruikt op fysiek, emotioneel of mentaal vlak. En op dat moment, op dat ogenblik, mag je eigenlijk zeker van zijn dat je niet op het pad van een tweelingvlam loopt. Het kan zijn dat inderdaad dat er harde woorden zullen vallen en dat het andere jou pijn doet. Maar jouw ware tweelingvlam kwetst je nooit met opzet en houdt altijd ontzettend veel van je. Ook al toont het ego-stuk dat niet. En je mag er eigenlijk zeker van zijn dat de ander zelden zal doen wat je verlangt. Net omdat dat stukje rond de onvoorwaardelijke liefde zal getriggerd worden. Net omdat jij op dat moment ook weer daar meer bewustzijn mag over krijgen. En daar zit net ook de les. Kan je echt onvoorwaardelijk van de ander houden zoals die is? Met alle schaduwen, met alle ballast die er nog is, met de nodige lessen die nog te leren zijn van jezelf en van de ander. Ben je bereid de ander vrij te laten, zijn eigen proces te gaan, of wil je hem haar snel gaan fixen? Ben je bereid om je eigen behoefte voor intimiteit en het samen zijn aan de kant te zetten, uit liefde voor de ander omdat die ruimte nodig heeft om te groeien, om te helen, of om alles op een rijtje te zetten? Misschien moet die andere of je partner nog een aantal zaken afronden uit zijn verleden waar jij eigenlijk niks mee te maken hebt. Misschien moet jij zelfs nog een relatie of iets anders gaan afronden. Of moet je eigenlijk nog meer stabiliteit gaan creëren in jouw leven vooraleer dat jullie samen het pad kunnen lopen. Het pad van een tweelingvlam lopen vraagt net om los te laten waar je op zielsniveau zo ontzettend veel en diep van houdt. Omdat je weet dat waar je van houdt vrijheid mag geven. Als je houdt van bloemen, dan laat je ze staan. Dan laat je ze in de tuin buiten verder groeien, laat je ze bloeien. Als je houdt van een vogel, dan ga je ze niet in de kooi gaan stoppen. Met mensen is dat net hetzelfde, dan geven ze de vrijheid. Omdat je vertrouwt dat de ander net zoveel van jou houdt als een van hen. En omdat je vertrouwt op het proces en op de goddelijke timing van alles. Wetende dat je altijd bent wat je moet zijn. Beseffen dat wanneer je nu nog niet in union of in eenheid bent met je goddelijke partner, en of dat dan nu een soulmate is, of een tweelingvlam, of een tweelingziel, dat maakt niet uit. Maar als je nog niet samen bent, in eenheid, in union, en dan betekent dat zelfs nog niet altijd gewoon fysiek samen. Ik kan ook union en eenheid ontstaat altijd eerst op energetisch vlak, emotioneel en mentaal vlak, en eigenlijk dan pas fysieke. En als dat nog niet is gebeurd, dat betekent dat jij nog innerlijk werk te doen hebt. Dat is het ultieme doel van een diepe zielsconnectie. Die jou dan uiteindelijk onvoorwaardelijke liefde zal laten ervaren. Maar het ultieme doel van die diepe zielsconnectie is net dat jij kan gaan groeien, dat jij als ziel zuiverder wordt. Nu, wellicht ga je jou afvragen, of misschien ook niet, maar de reden waarom ik je dit allemaal vertel, is omdat veel van mijn klanten hier tegenaan lopen. Ze zijn op zoek naar liefde in hun leven, maar weten niet goed waar en hoe eraan te beginnen. Of ze zijn in een relatie, komen iemand anders tegen en gaan twijfelen. Of ze zijn al heel lang alleen en begrijpen eigenlijk niet hoe dat komt dat er niemand op hun pad komt. Wel, het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Begin bij jezelf. Werk aan jezelf. Leef je beste leven ooit en liefde zal jou vinden onderweg. Zeg nu van, maar ja, ik heb nog heel veel werk gedaan en ik heb nog heel veel aan mezelf gewerkt, maar er komt toch nog niemand in je leven. Wel, beste, dan is het teken dat jij nog te veel vasthoudt aan een vorige liefde. Of dat jij je hart nog te veel op slot houdt en eigenlijk onbewust het op energetisch vlak ook allemaal tegenhoudt. Nu, heb je ondersteuning nodig bij je ontwikkeling of bij de verwerking van pijnen en schaduwen? Of weet je niet goed hoe je het proces met je tweelingvlam, een tweelingziel of een soulmate kan gaan aanpakken? Contacteer me dan gerust en dan ga ik je ook weer op weg zetten. Je kan hieronder kijken of op de website op welke manier dat we kunnen samenwerken aan jouw nieuwe leven, afgestemd op jouw ware essentie, jouw authenticiteit,
Zodanig dat ook onvoorwaardelijke liefde op jouw pad zal komen. En dat ook jij dat in dit leven kan gaan ervaren. Zo, ik hoop dat je iets uit geleerd hebt. En dan hoor ik jou en zie ik jou in volgende week in een nieuwe thema of een nieuw concept. Of een nieuw, wat dat er ook mag komen op dat moment. Zo, in liefde voor het leven en in dienst voor ieders hoogste goed wens ik je nog een hele fantastische week. En tot de volgende keer. Dag!